Goedemorgen. We krijgen vandaag een stralend zonnige zondag. De satellietfoto laat het al zien. Het grote bewolkingsgebied ligt ver boven Duitsland. Het komt wel onze kant op, maar het gaat allemaal heel traag. Vanochtend, dus heel veel zonneschijn. Slechts een paar wolken trekken over het land. Temperaturen halverwege de ochtend rond de 15 graden. Aan het einde van de ochtend zitten we tegen de 20. Vanmiddag komen er wat meer stapelwolken en alleen in Limburg kan de bewolking geheel gaan overheersen. Het blijft droog en 21 tot 24 graden zijn de maximumtemperaturen. De wind is ook vrij rustig, windkracht 2 à 3 uit het noordoosten. Vanavond nog steeds wat wolken langs de oostgrens, elders in het land helder, maar in de nacht gaat de bewolking overal overheersen. Morgen overdag hebben we dan een afwisseling van veel wolken, soms zon en er trekken enkele buien van oost naar west. Daarbij is ook een klap onweer mogelijk en het wordt 22 tot 24 graden. Dinsdag verwacht ik meer wolken, minder zon en ook meer buien. En dat geldt ook voor de woensdag. Twee wisselvallige dagen, maar wel in de warme lucht. Donderdag gaan de temperaturen wat naar beneden en wordt de kans op regen misschien ook kleiner. Ik wens je een fijne zondag. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.